geef ik hem het woord. Hey, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Hey, leuk om hier te zijn. Het is een beetje een bijzondere week. En dat weten jullie zelf ook. Want deze week zijn de scholen weer begonnen. En dat zorgt ervoor dat het in het verkeer net een beetje anders gaat dan de afgelopen maanden. En dat is omdat jullie, lopend of met de fiets of soms met de auto, naar school gaan. En iedereen moet er weer een beetje aan wennen. Jullie moeten daar aan wennen, maar ook jullie vaders en moeders, opa's en oma's, al die mensen die op de weg bezig zijn. En om die mensen nou allemaal een beetje op te laten letten en weten, oh, de scholen zijn weer begonnen, wij moeten opletten in het verkeer. Als ik oversteek, moet ik even uitkijken, kan ik naar links, kijk ik naar rechts, oh, ik kan oversteken. En dus moeten zij ook opletten dat de scholen weer begonnen zijn. En wij gaan ze helpen daaraan te herinneren. En dat doen we als volgt. Ik ga zo meteen tellen van 5 naar 0. En dan gaan we met z'n allen bellen blazen. Dus als jullie nu even willen stoppen, en dan bij 0 gaan we met z'n allen bellen blazen. Dus doe je bellenblaas maar open. Doe hem maar open. En dan gaan we tellen. Heeft iedereen de bellenblaas open? Ja! Ik ga erachterin houden. 5, 4, 3, 2, 1. De scholen zijn weer begonnen en elk jaar staan we even stil bij het verkeer. Is dat nog steeds nodig? Dat is heel belangrijk, want het verkeersbeeld, hè, dus hoeveel mensen er deelnemen aan het verkeer en op welk tijdstip, dat is echt anders als onze scholen weer begonnen zijn. En daar moet iedereen een beetje aan wennen. Dat zijn de kinderen op school, maar ook de ouders en grootouders en alle mensen die deelnemen aan het verkeer. En dan is dus heel goed als we met elkaar even aandacht geven van, hey, denk erom, de scholen zijn weer begonnen, onze scholen zijn weer begonnen. Houd rekening met elkaar, let goed op, want het is net even anders, net wat drukker, met name rond die schooltijd, hè, rond de 8 uur, 8:30, 9 uur. Dus zorg er dan voor dat je goed oplet met oversteken. En, dat is ook belangrijk, ga vooral lopend of met de fiets. Niet te veel met je auto, want dat zorgt toch weer voor gevaarlijke situaties. U bent druk bezig met de verkeersveiligheid. Hoe zit het met de verkeersveiligheid rondom de scholen? Ja, dat is voor een groot deel al best wel goed. Maar tegelijkertijd zijn er nog best een aantal knelpunten die we kunnen oplossen. Zit daar ook voor een heel groot deel in onze top 10 van het actieplan die we gaan aanpakken. Maar tegelijkertijd zit het toch vooral ook op gedrag. En mensen zijn uiteindelijk degene die ervoor kunnen zorgen dat we met elkaar veilig door het verkeer gaan. En ja, als we samen goed opletten, samen ervoor zorgen dat het een beetje veilig is, rekening houden met elkaar, ja, dan zorgen we er ook voor dat iedereen weer veilig op school komt, op zijn werk en ook weer veilig thuis. Ziet u wel verbeteringen? Nou, ik vind het vooral heel leuk om te zien dat kinderen zelf ook wel zien van, joh, wij moeten ook opletten. En dat het zo'n moment als vanochtend op 2 scholen hier in Valkenburg, dat het helpt om daar aandacht voor te krijgen. Tegelijkertijd zie je ook wel weer verslapping ontstaan. We worden straks weer een beetje moeier. Dus we moeten er elke keer weer aandacht voor vragen. En dat doen we altijd graag op een ludieke manier. Onze scholen zijn weer begonnen, is ongelooflijk nuttig. Het is elk jaar weer een bewustwording aan het begin van het schooljaar van we gaan er weer tegenaan. Natuurlijk, kinderen gaan heel veel lopend naar school, met de fiets naar school. Maar weet je, het is nu zonnig weer op deze donderdag dat we hier staan in de Valkenburgse scholen. Maar wat gaan we doen als het Nederlands weer wordt? Wat gaan we doen als het even regent? En dan zie je menig auto met een smekend kind aan de keukentafel. Pap, mam, kunt u me even brengen? En dan starten we de auto om 800 meter verder bij school weer te stoppen en de fuik in te gaan. Nou, wij willen juist bewust worden en elkaar bewust maken dat die auto een keer weggelaten moet worden. Het is gewoon Nederlands weer, er is niemand overleden van een druppel regen. Ja, en je rijdt die fuik in. En dat is wat voortdurend gebeurt. En wethouder Mostert heeft het wel meer gezegd. Veiligheid rondom de scholen is een kernpunt binnen de Katwijkse samenleving. Alleen die veiligheid maken we zelf. Die bepalen we zelf. Als we met z'n allen die auto ingaan,
ja, dan kunnen we het zo veilig bedenken hoe we willen, maar dan maken we het zelf onveilig. Dus bewustwording voor niet alleen de ouders, want ik zie ook steeds meer grootouders die kinderen naar school brengen. Laat die ook gewoon met hun kinderen, kleinkinderen oefenen hoe ze moeten fietsen, hoe ze moeten lopen. En ook wie heel dichtbij woont, hou je fiets thuis. Want anders is die schoolplaats is bijna één grote fietsenstalling geworden van het Centraal Station. Dat moet je ook niet willen. Kinderen willen ook lekker spelen. Hoe is het met de kennis van het verkeer van de gemiddelde Katwijker in dit geval? Heeft u daar een idee van? Nou, weet je, ik zag toevallig laatst een bordje passeren wat in overleg tussen de gemeente en ook de Fietsersbond Katwijk is gemaakt. En je ziet ze ook bij de boulevard verschijnen. En ook steeds meer in de gemeente Katwijk. Ja, en ik verbaas me daarover. En ik erger me erom, ja, misschien ook dat ik onderwijsman ben en verkeer altijd heel belangrijk heb gevonden. Er staat erop, let op, verkeer van rechts gaat voor. Hetzelfde als dat ik mijn auto instap en zeg van toets eerst dit in, dan een 2, dan een 3. Ja, kom op mensen, weet je. En dat is ook een reden waarom, zeg maar, die theorie. Ook door Veilig Verkeer in Nederland zo meteen weer 10 oktober bij de opfriscursus een plek krijgt. Bij de Scootmobieldag, die we trouwens hopelijk ook meer kunnen gaan organiseren. Want dan gaan er 200 jaarlijkse straat op. Verkeersregels, als je die niet in je hebt, weet je, dan, dan is je gedrag ook gewoon logisch dat het alle kanten op gaat. Je moet gewoon weten dat je in je remmen moet knijpen. Niet denken van, ik rij hard, dus ik heb voorrang.